Zo, dit was een lange rit, maar ik ben in Deventer en ik ga langs bij Carlijn. Carlijn is 1,88 meter, dat is een beetje haar probleem. En ze is heel erg braaf. Hoe braaf precies, daar ga ik nu achterkomen. Ik ben Carlijn, ik kom uit Deventer, getrouwd met een fantastische vent. Een heerlijke zoon van 9 maanden en omstreeks de 30 jaar. Heel mooi huis, alles ook afgestemd. Beetje vee wonen, toch? Dank voor het compliment. Ja, echt waar, heel mooi. De uitdagingen liggen er voor mij vooral in mijn lengte. Ik ben vrij lang, 1,88 en snel kleding die toch al te kort is aan de mouwen of aan de benen. En daarnaast ja, ben ik wel, vind ik zelf, vrij braaf met mijn kleding. Het is allemaal zo braaf, allemaal zo simpel en gewoon een simpel zwart, net als nu, ja. Een zwart jurkje. Oh. Ja, altijd goed, maar ja. Maar ik word er heel blij van simpel. Ja. Want weet je, je bent een knappe vrouw, je bent lang, nee, dat kunnen we niks aan veranderen. Maar dat is wel lastig. Het is lastig qua kleding, ben ik met je eens. Ja. En daar gaan we tips voor geven straks. Maar ik ben heel benieuwd naar je saaie kledingkast dan. Nou, let's go. Let's go, leuk. Oh, kijk. Hier word ik dus gelukkig van. Netjes. En allemaal dezelfde hangers. Ja. Heel goed. Hoort dat toch? Is er iets bij waarvan je denkt, oké, daar twijfel ik over? Deze bijvoorbeeld, daar hangen de kaartjes nog aan. Oh, daar kaartjes hangen nog aan. Ja, heel mooi pak. Ja, maar ook qua lengte komt hij gewoon niet goed uit. Je hebt hier een band en die moet, nou ja, volgens mij om je middel zitten. En bij mij zit hij hier. En nou ja, de pijpen zitten tot net over mijn knie. Ja, dat is het lastige met jouw lengte. Accepteer dat het zo is, want kleiner word je niet. Ja, nee. Over 30 jaar. Dit jurk wat je nu aan hebt, l'adresse, heel mooi, simpel basis. Ja. Dan doe je er dan een jasje over. Ja, meestal doe ik er een jasje over. Welk jasje? Ja. Oh, kijk zo, hallo. Dan moet je uitkijken dat je de deurposten niet beschadigt als je binnenkomt. Kijk, het voordeel van hier is, hoe breder de schouder, hoe optisch slanker je taille is. Ja. Dus dat is heel goed. Dus natuurlijk ook, dit blijft altijd wel goed. Vooral op een jeans, met een simpel wit t-shirtje is dit toch beeldig, weet je? Ja, ja, qua vorm. En de lengte is wel goed, dit past wel? Ja, nee, net aan. Hetzelfde bij de mouwen. Ja. Dus bij de mouw, dus de lengte. Ja, en als je het opstroopt? Ja, kan, maar ik vind het dan lastig. Past dat dan bij zo'n jasje? Kan dat wel? Oh ja, juist. Dan niet... Hij staat jou ook niet zo. Nee. Hij staat jou ook niet, hoor, kan ik je vertellen. Lekker dan. Wat je heel goed doet, omdat je lengte hebt, rond maakt wat korter, optisch. Ik zeg altijd tegen kleine vrouwen die wat voller zijn, nooit rond, want rond maakt rond. Dus dit zijn allemaal hele mooie tops. Nou, je koopt alles ook gelijk in 2 kleuren, zie ik. Nou, in dit geval toevallig. En dan ook toevallig in dit geval ook. Ja hoor. Ja, dat zijn schoenen voor in bed. Oh. Of om zit, op te zitten. Jij slaapt met schoenen aan? Nee, maar wat ik ermee wil zeggen is dat ik er niet op kan lopen. Oh, nou, in bed. Ik vind ze super tof. Met je hak in de lucht en droom over handtassen. Zoiets. Ik ken het, schat. Ja. Heerlijk. Ik ben even naar beneden. Er vallen witte pumps uit. Witte pumps. Die witte pumps, ja, ik dacht jaren geleden altijd handig. En op dat moment waren ze behoorlijk afgeprijsd. Ik dacht, nou, dan neem ik ze mee. En je dacht, witte pumps kan overonder. Ja. Dan gaan we straks de proef op de som nemen. Wat is dit precies? Ja, het is eigenlijk een strapless jurkje. Oh ja. Ik draag hem als rok en dat is best leuk. Echt waar? Ja, vind ik. Ja, dan ben ik heel benieuwd. Ja. Wat zijn dit spijkerbloesje zei je erover aan? Ja? Ja. Nou, ja, jeetje. Wat een verrassende combinaties is dit. Godzijdank hebben we de witte pumps, want die staan namelijk overal onder. Nou, ja, dat is wel waar. Deze pumps maken elke outfit af. Nou, zie je ook hier. Prachtig, lieve mensen. Kijk, wow. Wel een heel mooi jasje, ja. Want het is, je komt echt wel binnen. Dan moet je wel beseffen dat als je, omdat je een grote vrouw bent, het maakt je wel wat massiever. Maar ik vind het wel heel cool. En dit inderdaad, zoals je het nu aan hebt. En dan laat de mouwen opstropen. Ja. Nee. Dan is het jasje wel echt heel tof. Ja. Met een simpel spijkerbroekje, die je moet gaan kopen. Ja. Slank silhouet aan de onderkant, want je hebt slanke benen. Kijk, want dit maakt natuurlijk, dit kan bij jou goed. En als je kleiner bent, word je daar weer gedrongen van. Maar ik vind het jasje wel heel tof. Nou, die is flinke, korte vrouw. Ja, assepoes. Ja hoor. Ze waren 69,95. Toen 24,95. Nu slechts €15. Euro. En ze staan prachtig hoor, lieve mensen. Nou, dan zeg ik knip maar. Succes. Dat is nog niet zo makkelijk. Nee, maken we er een leuk open muiltje van. Dus, lieve mensen, conclusie van het hele verhaal. Witte pumps past er precies nergens bij. Niet meer doen. Dankjewel. Dankjewel. Je hebt echt een goede kast. Mooie spullen.